Ja, Thijs Dalinga, maar wat voor gevoel sta jij hier? Ja, zuur gevoel natuurlijk. Ik denk dat we de eerste helft eigenlijk heer en meester zijn. We zitten overal kort op, winnen elk duel. En dan de tweede helft dan ga je mee in hun spelletje, zeg maar. We laten ons te veel uit ons spel halen. En dan uiteindelijk geef je door twee knullige momenten als we halen, geef het gewoon weg. Ja, maar vond je het verrassend, de eerste helft, dat jullie zo dominant waren tegenover de koploper? Dan ploeg die nog geen wedstrijd naar voren dit seizoen. Nee, we weten van onszelf dat we gewoon een goed team zijn. En ik denk dat het verschil was met de rest van de competitie dat deze tegenstander ook gewoon vooruit druk durft te zetten. Dus waardoor wij ook zelf gewoon normaal een spel konden spelen. Waardoor we ook gewoon normaal goed precies spel konden spelen. En ik denk dat het niet heel verrassend was voor ons. We speelden gewoon ons eigen spel. En dat resulteert dan in die goal. En uiteindelijk geeft het dan wel weg. Ja, hoe ging die goal? Want jij maakte hem, hè? Ja, het was een beetje volgens mij in de kluts. Daniel die ging een duel aan. En via de kluts komt hij voor mijn voet en ik schiet hem binnen. Ja, je schiet hem heel goed binnen, want het was niet zo'n moeilijke positie waar je hem, niet zo makkelijke positie waar je moest raken. Nee, ik kwam nog best ver aan de zijkant van de goal, maar gelukkig ging hij erin. Ja, ik wou zeggen, en dan dat moment met Daniel Bouma. Ja, wat gaat er dan door jullie heen? Ja, dat is schrikken natuurlijk. Je hoort hem wel schreeuw en je ziet dat het gewoon... Je hoort al over en weer, zeg maar, hoor je al wat dingen. Dus dat is zeker wel schrikken, maar we hebben gehoord dat hij in ieder geval zijn been niet gebroken is. Dus dat scheelt al. En dan is zo'n ontbreking is even lastig natuurlijk. Maar daarna pakken jullie de draad weer goed op en jullie blijven dominant. Ja, klopt. Ik had in ieder geval dat we er last van hadden gehad. Dat we een kleine break hadden gehad. Maar eerste helft spelen we inderdaad goed verder. In de tweede helft, in het begin denk ik dat we het nog redelijk delen. We lieten ons te ver terugzakken, te weinig druk op de bal. Waardoor ze veel lange ballen konden spelen en uiteindelijk ook in de klus die bal erin gevallen. Ja, wat zei de trainer in de rust tegen jullie? Dat we gewoon door moesten gaan en dat zij waarschijnlijk ook wat hoge druk gingen zetten nu. En inderdaad dat we niet mee moesten gaan in hun spelletje, dat het veel treiter was, zeg maar. Maar uiteindelijk is dat toch gebeurd. Ja, en fysiek geweld gebruiken ze ook heel veel dan, hè? Want ze waren echt heel irritant, hè? Ja, klopt. Ja, dat waren ze eerste helft ook. Alleen eerste helft zitten we er gewoon veel korter bovenop en winnen we onze duels. Waardoor wij vaak de overtreding meekregen. En in de tweede helft krijgen zij mee, waardoor wij uiteindelijk niet meer met ons eigen spel bezig zijn. Ja, in de tweede helft ook weinig kansen gecreëerd, hè? Volgens mij één kans van jou nog. Ja, één schotje vanaf de 16, volgens mij een keer een voorzet van Uriel. Maar dat valt inderdaad telkens niet lekker. Ja, ik wou net zeggen, krijgen zij nog een rode kaart? Dan kan je er ook geen gebruik van maken, hè? Nee, ja, we proberen nog alles op alles, zeg maar, vooral via de zijkant om nog erdoor te komen. Maar uiteindelijk maken we het niet. Ja, wat zegt dit nou over het spel van Jong FC Groningen? Ik denk dat het vooral ook zo is dat wij de eerste helft zijn we meestal de betere ploeg. Spelen we goed en dan vaak is het begin tweede helft dat het steeds wat minder wordt. En daar moeten we aan werken, denk ik. Er wordt heel veel werk aan verzet worden, denk ik dan. Ja, klopt. Aan de werklust ligt het niet, denk ik, bij ons. Alleen we moeten gewoon slimmer zijn en weten waar een wedstrijd om vraagt om het gewoon uit te spelen. Het zijn allemaal wel leermomenten. Ja, zeker weten. Dankjewel, jongen.